Ik ben Petra Stavast, ik ben fotograaf en voor de tentoonstelling in het Stedelijk Museum toon ik een project. Het heet Ramia en het gaat ook over Ramia. Zij was in 2001 voor een hele korte periode mijn huisbaas. De basis is wel een serie foto's die ik heb gemaakt in 2001 en 2002. Tijdens dat fotograferen werden we bevriend. En ik heb haar eigenlijk al de jaren totdat ze overleed in 2012 gefotografeerd, of vaak in ieder geval. En ben echt door haar gefascineerd geraakt. Nou is het ook natuurlijk fascinerend als je toegang hebt tot een huis van iemand die je niet kent. En dat ook wel heel anders is dan alles wat je kent. Maar ook haar hele verschijning of hoe ze praat en wat ze vertelt. Ik vond eigenlijk alles interessant aan haar. Ja, al die keuzes die zij maakt, dat maakt eigenlijk ook een leven. En die zijn in haar geval fascinerend. Het project gaat niet zozeer over onze vriendschap. Het gaat meer over wat ik denk dat belangrijke periodes zijn geweest in haar leven. Of vooral belangrijke keuzes. Ik heb eigenlijk geprobeerd om mijn versie van haar levensverhaal te maken.